Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb namelijk heel erg leuk nieuws wat ik jullie zo meteen ga vertellen. En in deze video laat ik jullie allemaal leuke haarstijlen zien. Voor bijvoorbeeld kerst, Sinterklaas, in ieder geval voor de decembermaand. Want december komt eraan en dan willen we er allemaal net even iets extra leuk uitzien. Maar eerst het leuke nieuws. Ik heb namelijk in samenwerking met MyJewellery mijn eigen haaraccessoires collectie. En die is vanaf nu exclusief te koop bij Etos. Ik ga jullie vandaag alles laten zien, alle haaraccessoires. Ik ga er leuke lookjes mee maken en ik ga er gewoon alles over vertellen. Dit zijn de items en dit is dus de display. Wat ik al zei, het is exclusief te koop bij Etos en zo zal het dan ook in de Etos staan. Er zit echt van alles tussen. Scrunchies, nou wie heeft ze tegenwoordig niet? Ik ben er dol op, ik heb er bijna altijd wel eentje om mijn hand zitten. Dus scrunchies, haarschuifjes, haarspeldjes. En ja, het is allemaal in zilver en in goud. Want zelf ben ik meer van goud. Maar ik ken weer anderen die veel liever zilver dragen. Dus er is voor iedereen keus. Maar buiten dat ik allemaal haaraccessoires heb, heb ik ook nog iets anders leuks. Bij de collectie zitten namelijk ook allemaal armbandjes. In de collectie zit een klavertje 4 in een goud en in het zilver met de tekst Shine Bright. Ook een armbandje met een hartje en hier staat op Boss Babe, ook in het zilver en goud. En als laatste, natuurlijk kan niet anders, sterretjes. En op de sterretjes staat Dream Big. Trouwens, ik vind de verpakking ook heel erg leuk. Aan de voorkant is die roze, maar aan de achterkant heeft hij allemaal sterretjes. Ik had natuurlijk vorige week een video gemaakt waarin ik allemaal leuke kerstcadeautjes liet zien. Nou, dit is bijvoorbeeld ook heel erg leuk om cadeau te geven. Vooral de armbandjes, denk ik. Als je iemand succes wil wensen, kan je natuurlijk het klavertje 4 geven. Of als je gewoon iemand, voor een speciaal iemand, iets wil geven, kan je het hartje of het sterretje geven. Heel erg vaak de vraag, hoe kan het dat jouw krullen er zo goed en lang in blijven? Nou, daar heb ik een trucje voor. Mijn haar is nu nog een beetje nat, zo goed als nat. En daarom gebruik ik in mijn natte haar mousse. Gebruik niet te veel, want dan wordt het een beetje viezig en vettig. Dat willen we niet hebben. Dus pak een beetje mousse, doe het door je natte haar en dan gaan we het daarna droog feunen. Dus, let's go! Ga ik het nu droog feunen en dan is mijn haar een stukje steviger dan wanneer ik dit niet zou doen. Dan ga ik nu mijn haren krullen. We gaan beginnen met het eerste item en ik ga beginnen met een vrij makkelijke look die heel erg makkelijk na te maken is. Daarmee ga ik jullie ook de eerste items laten zien van de haaraccessoires. Dat is namelijk deze haarclip. En wat ik al zei, ik heb hem in het goud en in het zilver. Ik vind ze zelf heel erg mooi, want er zitten allemaal gouden vlokjes in en hier allemaal zilveren vlokjes. Nou, aangezien ik meer van het goud ben, ga ik hem voordoen met het goud. Wat ik ga doen met deze look, ik ga hier dit naar achteren doen. Ik ga dit een beetje touperen en daarna zet ik het achter vast met dit clipje. Dit is heel erg leuk als je bijvoorbeeld een outfit aan hebt met goud. Ik heb zelf bijvoorbeeld een shirtje met gouden sterretjes. Daar zou ik deze echt bij doen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een jurkje met allemaal zilveren glitters. En daar kan ik deze dan weer bij doen. Oké, pak ze. Ik pak een stuk van de bovenkant van mijn haar. Dan pak ik mijn borstel. Nou, omdat ik het leuk vind als het hier wat boller is en niet zo plat, ga ik aan de achterkant touperen. En het is heel erg makkelijk. Ik heb een stuk haar, dan pak je je borstel en ga je naar beneden kammen. En zo zorg je ervoor dat je meer volume krijgt. Dus ik ga een paar keer naar beneden kammen. En kijk, het staat al helemaal bol. Dan ga ik dit natuurlijk iets mooier kammen. En ga ik het vastzetten met het speldje. Dit kan je er zo nog een beetje overheen laten gaan. En dit ga ik iets losser trekken omdat hij alweer iets platter is gegaan. Zo ziet het eruit. Dit is echt super simpel. En daarom dacht ik, ik ga hiermee beginnen. En zo ziet het eruit van de achterkant. En zo ziet het eruit met het zilveren knipje. De volgende look die ik ga maken is met de volgende items uit mijn collectie. En dat zijn deze schuifspeltjes in goud en zilver. Ze hebben natuurlijk sterretjes en ook een schuifspeltje met een maantje en daar een klein sterretje. Hoe schattig zijn ze? Wat ik ga doen, ik pak mijn vinger en hiermee ga ik een lijntje maken. En ga ik mijn haar naar die kant doen. Ik pak de speldjes. En ik pak mijn haar. En doe één schuifspeldje omhoog schuiven. En de ander ga ik naar beneden schuiven. Deze kant heeft dan extra volume, wat ik zelf heel erg cool vind. En dan hier heb je deze mooie schuifspeltjes. Het is dan ook leuk als je bijvoorbeeld, net zoals ik nu heb, van deze hele subtiele oorbellen. Omdat je met die schuifspeltjes zoveel verschillende looks kan doen, ga ik er nog eentje laten zien. Maar dan met de zilveren schuifspeltjes. En deze is wel ietsje moeilijker, dus let goed op als je deze na wilt doen. Ik ga even schuin zitten. Wat ik ga doen, ik pak hier een pluk. Het voorste plukje hou ik gewoon hiervoor. En wat ik ga doen, ik ga beginnen met een vlecht. En de vlecht maak ik zo dat ik overal onderlangs ga in plaats van bovenlangs. Nou, als ik een paar keer heb gevlochten, dan pak ik de bovenste pluk van de vlecht. Deze van de drie pak ik de bovenste. En pak ik een pluk haar van boven. En die doe ik mee. Zo naar onderen. En dan ga ik doorvlechten. En dan laat ik deze gewoon helemaal met rust. En pak ik er weer een van boven. Ik ga nu weer precies hetzelfde doen. En zo ziet het er dan uiteindelijk uit. En dit noem je de watervalvlecht. Nu ga ik hem vastzetten hierachter. Met het eerste speldje. En aan de andere kant ga ik precies hetzelfde doen en dan gebruik ik het andere speldje. En we zetten hem hier vast. De volgende look ga ik maken met twee items uit de collectie. Ik ga eerst de eerste toelichten en dat is namelijk de scrunchie. Bijna alle meiden die ik ken hebben wel een scrunchie. Het is gewoon zo fijn en het ziet er ook nog eens leuk uit om je hand en zo. En gewoon in je haar zit het leuk. En deze vind ik zelf echt heel erg geweldig. De scrunchie heeft allemaal sterretjes en stippeltjes. Maar ook weer grotere sterren. Zoals hier bijvoorbeeld. Deze is verkrijgbaar in het zwart en in het grijs. En ze hebben allebei gouden sterretjes erop. Eigenlijk is deze precies hetzelfde, maar dan in het grijs. Wat ik doe, ik pak mijn haar en ik ga een staart maken. Een lage staart. Niet mega laag, gewoon een beetje midden op mijn hoofd. Zo. En als ik hem losgetrokken heb, dan ga ik hier wat plukjes loshalen. Ik vind het altijd net wat leuker, want anders zit al je haar naar achter. En zo heb je ook nog wat aan de voorkant. Hetzelfde doe ik aan de voorkant. Pak ik ook plukjes. En omdat ik zelf niet heel erg van hou als mijn haar zo strak naar achteren zit, ga ik het wat meer naar de zijkant doen. Nou, je kan het natuurlijk zo laten met de scrunchie erin. Maar je kan ook een item toevoegen. En ik heb hier echt een geweldig item. Dat zijn namelijk deze haarclips. En ik vind ze heel erg mooi. En wat ga ik doen? Ik ga hier aan de zijkant, even kijken, zo, door het bolletje halen. En hij zit vast. En zo ziet dat er dan uit. En dan nu de allerlaatste look en daarvoor ga ik ook een scrunchie gebruiken. En de allerlaatste items van mijn collectie. Ik pak mijn haar en ik doe het omhoog. Beetje rommelig mag wel. En daarna knijp ik het samen en doe ik de scrunchie eromheen. Zo. Zo heb ik een best wel grote knot. Lijkt een beetje op de Nikki knot. En dan ga ik dit een beetje lostrekken. En zo heb je een leuke knot. Maar wat ik nu ga toevoegen aan de knot, dat zijn namelijk deze schuifspeltjes. Ook deze zijn weer in goud en zilver. Maar hoe leuk zijn deze pareltjes. Het is een sterretje met parels. En ik schuif hem er zo in dat hij er zo voorkomt. Hoe leuk is dit? En ik ga gewoon de andere ook toevoegen. En zo heb je sterretjes bij je knot. Dit is dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie de looks en de items natuurlijk heel erg leuk vinden. Ze zijn vanaf nu exclusief te koop bij Etos. De haaraccessoires zijn €5,95 per stuk en de armbandjes €8,95 per stuk. Dus hopelijk vinden jullie het leuk en ga jullie het halen. Stuur dan een foto via Instagram. Ik vind het zo leuk om dat altijd te zien. En ik mag 1 keer mijn hele collectie weg gaan geven. Dus wil jij dat winnen? Ga naar mijn Instagram, @BeautyNezz, om te kijken wat je moet doen om te winnen. Nou, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik hoop jullie ook. En ik kan niet wachten tot jullie foto's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!